Ik ben jullie samen met Noortje, de beheerder van het account van Sjors. En Noortje, weet jij waar Sjors zich nu eigenlijk altijd bevindt? Nou, Sjors verplaatst zich vaak. Maar meestal is hij bij het station vooral te vinden, want hij is een stationskat. Buiten dat is hij vaak bij de winkel hier te vinden. Ik heb ook al een foto gekregen waar hij tussen de bastonjekoekjes ligt en het schap. Dus dat is wel geinig. Hij is ook vaak hier bij Eetcafé Meis te vinden. En daar ligt hij vaak meestal lekker in de plantenbak of op een kussentje op het bankje. En weet je nu waar Sjors is? Momenteel weet ik niet waar Sjors is. Hij is echt af en toe te vinden. Je vindt hem eigenlijk alleen als hij er gewoon is. Als je ernaar zoekt, is hij meestal niet te vinden. Zullen we een poging wagen met gaan zoeken? Ja, goed idee. Let's go! Sjors! Sjors! A few moments later. Nou, na een tijdje zoeken hebben we eindelijk Sjors gevonden. Dit is Sjors. Volgens mij zegt hij hallo. Ja. Nou, en hoe voelt het nu om Sjors weer vast te houden? Nou, heel lekker warm. Hij is wel heel erg zwaar. En heel erg lief. En Sjors, hoe voelt het om zoveel volgers te hebben? Waarom heb je eigenlijk het Instagram-account gemaakt van Sjors? Nou, ik was in het begin vorige zomer hier vaak met vrienden. En uiteindelijk merkte ik dat Sjors hier vaak zat en altijd bij je kwam liggen. En ik vond hem heel erg leuk en ik merkte dat hij wel de stationskat was. En ik dacht, waarom maak ik geen Instagram-account? Zodat iedereen eigenlijk van Sjors kan genieten. En wat maakt Sjors dan zo bijzonder? Nou, hij is hier heel vaak en iedereen houdt echt van hem. Hij is heel aanhankelijk en je kan hem eigenlijk oppakken en dan valt hij meteen in je arm in slaap. Dus dat is wel heel leuk aan hem. Zijn er nog trucjes, enige trucjes die Sjors kan? Nou, hij is eigenlijk heel erg goed in dieren vangen. Hij heeft best wel wat dieren gevangen, vooral muizen en ratten. Maar ook vogeltjes en zo, wat wel jammer is. Wel een beetje sneu als ik dat zo hoor. Ja, Sjors, hij is een vriend van een mens, maar volgens mij niet zo'n grote vriend van de dieren. Zijn er ook mensen die Sjors niet zo leuk vinden? Er zijn wel wat mensen die Sjors iets minder mogen. Bijvoorbeeld de mensen die bij NS werken vinden hem af en toe wel leuk. Maar hij neemt zijn prooien vaak mee naar binnen in de fietsenstalling en eet ze dan daarop. En hij is niet zo goed in de restjes opruimen. En heb jij gehoord van Sjors? Ja, zeker. Ik heb gehoord van Sjors. Ja. Ja, hij komt altijd binnen en dan komt hij ons plagen tijdens ons werk. Dus ja. En wat vind jij zelf van Sjors dan? Ah, ik vind Sjors een hele lieve kat. Maar hij leidt ons wel vaak af tijdens het werk. Want we willen hem natuurlijk allemaal knuffelen. Het is natuurlijk een hele leuke kat. Maar ja, hij leidt wel af. En als je niet aan het werk bent, wat doe je en je ziet Sjors dan? Ga je dan wel knuffelen met hem? Ja, natuurlijk, uiteraard. En dan moet ik natuurlijk ook even een foto van hem maken voor de Insta, want Sjors gaat viraal. Dus ja, natuurlijk. Hebben jullie ooit gehoord van Sjors? Ja. En hoe heb je van Sjors gehoord? Ik ben hem een paar keer tegengekomen op het station. En wat doe je dan als je hem ziet? Doorlopen. Dit was het einde van de video. Noortje, heb jij nog wat te zeggen? Nou ja, als jullie Sjors nog een keer spotten, stuur dan gerust een foto of een video van hem door, zodat ik hem op Instagram kan uploaden. Dankjewel. Bedankt voor het kijken.